Zo'n scout langs de lijn, dat is maar ouderwets. Dit is de toekomst. De ideale speler rolt hier in Enschede uit de computer. Op basis van enorme hoeveelheden data die een mens nooit allemaal bij kan houden. Nou, wij letten vooral op de voorzetten die goed aankomen. Op de passes die door een speler op het juiste moment gegeven worden. En op de kwaliteiten die een speler heeft die de huidige selectie nog niet bevat. En dan wil een scout nog wel eens overheen kijken? Nou, een scout wil graag te veel. Die wil graag 6 vrije trappen specialisten, terwijl hij aan 2 genoeg heeft. Het was in de bioscopen te zien. In het honkbal werd zo'n techniek al veel eerder ingezet. You're discounting what scouts have done for 150 years? What the hell am I doing? En zoals zo vaak in Hollywood, een hoop moeilijkheden, maar uiteindelijk succes. Het honkbal veranderde erdoor. Scout Romeo Zondervan ziet het wel zitten voor het voetbal, maar zijn baantje is hij voorlopig nog niet kwijt. Want zo'n programmaatje ziet niet alles. Wat ze over het hoofd zien, is ook heel moeilijk. De mentaliteit van de speler, de karakter van de speler. Dat wordt even vermoeilijkt om natuurlijk dat in een systeem te krijgen. Het staat niet in ons systeem of we spelen zitten sms'en tijdens contractonderhandeling en daardoor overkomt als een ongeïnteresseerde zakhooi. Maar toch, ondanks de tekortkomingen, deze rapporten lijken de toekomst. FC Twente bijvoorbeeld maakt er al gebruik van. En de jongens zijn met hun bedrijf Sci Sports gekozen tot de 50 beste studentenbedrijven ter wereld. Komt het er nog van, studeren? We hebben nu tijdens de tentamenweek een mooie deal met onszelf afgesloten. We zeiden 8 uur slaap, 8 uur Sci Sports, 8 uur studeren.